Hallo allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. Ik ben jarig deze week en dat betekent dat ik trakteer. Wil je weten hoe? Kijk even de hele video uit en vertel ik onderweg wel wat we ongeveer gaan doen of wat je moet doen om kans te maken op een van mijn tractaties. Ik begin vandaag met een horlogesleutel. Een heel klein inimini horlogesleuteltje. Gek is dat, hè? Sommige velden liggen helemaal bezaaid met mooie vondsten. En sommige velden moet je echt gewoon keihard zoeken. En heb je op de paar honderd meter een vondst en dan weet je eigenlijk nog niet wat het is. Ik denk dat het een zegelloodje is, maar er is niks meer van te zien. Niet opgeven. Niet opgeven. Gewoon doorgaan. 100 meter verder kan er namelijk wel heel veel liggen. Dat weet je nooit. Ik zie een mooie verkleuring. Een driehoek. Een driehoek. Hoe vaak je niet van die verknipte driehoekjes vindt, dat is echt bijzonder veel. Ja, ik denk dat het gewoon afval was. Maar dat zijn altijd van die driehoekjes. Groot, klein, dik. Maar ja, hoort er ook bij. Een schutterijkogel. Meest vind je op dit soort landen, hoe heet die dingen? Musketkogels. Maar nou, een schutterij. Ja, het is wel even een ander kaliber natuurlijk. Leuk. Wat moet je nou doen om een cadeautje van mij te krijgen? Als eerste geabonneerd zijn en zorgen dat je een reactie onder deze video plaatst. Zo moeilijk is dat toch niet? Dan kan ik onbezorgd zoeken, kan jij lekker kijken en dan zoeken we samen naar een nieuw avontuur. Weer eentje. Als ik het filmen ben met de drone en ik moet hem in de gaten houden, dan vliegen in ene de vondsten om de oren. Die vondst is wel leuk. Dat is een oude lepel. Dat is op zich best wel grappig. Maar wat die oude schoenen hier nou weer moet. Ik liep te hakken op een stuk leer. Ja, nou zeg het maar. Misschien van de boerin. Hij zat er zo helemaal in gefrommeld. Nou, wat moet ik nou met zijn oude schoen? Ik heb hem er nog niet uitgehaald. Hier ligt hij. Ja, het is geen zilver. Dat weet ik al zeker. Gok ik. Maar het is wel een penning. En er staat ook iets op. Limited 434. Ja, wat is het? Hij is wel gaaf. Misschien moet ik hem even in de sloot schoonmaken. Londen. Limited 343 Londen. Ik weet het niet wat het is. Het is enkelzijdig, want dit is gewoon de andere kant van de afdruk. Leuk! Weer een kaal duitje. Ja, de meeste duitjes film ik helemaal niet. En dat komt, ja, jullie weten wel zo'n beetje hoe een duitje eruit ziet ondertussen. Maar dit veldje ligt helemaal vol met duitjes en de rest laat zich nog een beetje op zich wachten. Dus, die dagen heb je er ook wel eens tussen zitten. Hè? Dat je niet om de havenklap mooie vondsten vindt. Eigenlijk heel vaak zelfs. Dus als jij dat ook meemaakt, dat je een keertje niet zoveel vindt of zelfs helemaal niets, laat je niet ontmoedigen. Want vroeg of laat komt er wel weer een vondst naar boven. En dan ben je al die loze gaatjes vergeten. Oh, we moeten het met de lepels doen vandaag. Weer zo'nzelfde type. Een lode tinnenachtige lepel met zo'n plakkie erop. Het is wel oud. Maar ja, ik heb er ondertussen wel een hele emmer van. Ik dacht eerst dat het een spinlood was. Maar een spinlood is vaak
zo, maar dan rondom. En deze is plat aan de onderkant. Dus of het nou wel of niet een spinlood is, dat durf ik niet te zeggen. Het is in ieder geval een lood met een gaatje erin. Een mooi strak getal. En die moeten we graven. Huppatee. Het is een gesp. Het is een... zo'n gesp die je eigenlijk heel vaak vindt, maar wel leuk. Zo. Prachtig, hè? Dat is nou weer zonde, hè? 25 cent, 1800, nog iets. Maar hij is door de midden gebroken. En ik kan het andere helftje niet vinden, maar zo te zien is dat ook niet vandaag gebeurd, dat door de midden breken. Ja, ik denk dat het een beetje Art Deco kastknopje is. Zo'n vierkant knopje. Vroeger had je van die houten lage kabinetten. Het waren geen televisiekasten, maar er zaten allemaal glazen in. En schaaltjes. En die hadden vaak of zo'n sleutel of zulke knopjes aan de kastdeurtjes. Dat is het, denk. Gok ik. Kijk daar, hoe leuk. Toch nog een soort van poppetje. Nou, hij is ietsje schoner. Maar wat het nou precies is, dat durf ik zo nog niet te zeggen. Ik denk toch een soldaat die in het rennen is, maar hij is wel zijn armen verloren. En zijn voeten zijn eraf. Ja. Ik vind hem wel heel erg leuk. Dat dan weer wel. Aha, wrijfwas. Ja, wat zal dat nou zijn? Ja, wrijfwas. Is dat dan om te wassen? Of is dat om iets op te poetsen met was? Ik weet het niet, ik moet het even googelen. Het laatste signaal, ongeacht wat het is, sluit ik de video af vandaag. Vergeet niet te abonneren en te reageren, want anders doe je niet mee met de cadeautjes die ik weggeef. De 4 cadeaubonnen. We gaan eerst nog even kijken wat hier in het gat zit. Het is een... Een verstekeling. Het is een... stukje smeltafval. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.